Het is vroeg. Het is fris. Het is eind september en op de Edense heide staat de dag op punt van beginnen. Een laagje mist, de stilte en de opkomende zon maken er een prachtig schouwspel van. Binnen een half uur verlicht de zon de hele heide en geeft die haar iets magisch. Het zijn van die ochtenden dat alles bij elkaar komt. Het voelt haast alsof je ergens in Afrika door de natuur loopt. Toch is het gewoon vlakbij, op enkele kilometers van het centrum van Ede.